Ik zei letterlijk tegen Fred Rutte, waarom haalde hij hem eraf? Hij was zo lekker op dreef bij Vlagen. Toen zei hij, ja, maar Manu kan ook lekker voetballen. Vrij samengevat. Nee, ja, Manu kan ook lekker voetballen. Ik kan ook lekker voetballen. Maar ja, de trainer heeft gekozen mij eruit te halen. En voor mij is het om te accepteren. Baalde je er wel van? Nee, natuurlijk. Toevallig heb ik het laatst ook al gezegd. Het liefst speel ik 90 minuten vol. En ja, nu na 70 minuten ben ik naar de kant gehaald. Of misschien iets anders, ja. Weet ik niet precies. En dat is zuur natuurlijk. Ja, ik ga zo moeilijke vragen stellen over het spel van vanavond. Ik ga aardig beginnen. Ik zag bij Vlagen weer de ouderwetse Jean-Paul Boetjes. Lekker, vrij, onafvolgbaar, goede acties. Nee, ja, dat is wat uiteindelijk ook in het team past. En ja, daarin wil ik mijn drijf vinden. En vandaag is het bij Vlagen gebeurd. En nu wil ik dat nog constanter in de wedstrijd laten zien. En dat is allemaal stap voor stap. De vorige drie wedstrijden die waren wat minder, helemaal slecht soms zelfs. En ja, dus nu hoop ik weer mijn weg omhoog te vinden. Nee, ik ben niet tevreden zelf al over vanavond, begrijp ik dat goed? Nee, dat zeker. Ook om over de teamprestatie op zich. Je hebt een paar kansen gekregen die je had kunnen afmaken. Maar ja, dat stapelt zich op. Ook Heerenveen heeft een aantal kansen gehad. Ze krijgt natuurlijk een rode kaart en dan moet je eigenlijk eroverheen weten te denderen. En daar zijn we wat slordig mee omgegaan een paar keer. Dus, ja. Maar aan de ene kant, als je kijkt naar op basis van kansen en op basis van dreiging, denk ik dat wij hier wel de drie punten hadden kunnen pakken. Zeker in die slotfase, hè? Nee, met name in de slotfase inderdaad. De voorzet naar voorzet kwam en de goede voorzet ook. Alleen ja, ook Heerenveen sprong met hun leven voor de bal en wist zo goed als elke bal weg te werken. Is het moeilijk om als jonge, goede voetballer te blijven geloven in jezelf als het even niet gaat? Nee, het geloof in mezelf is zeker aanwezig en dat is ook bij de andere jonge jongens in het team. En het is niet zo dat we onszelf druk willen opleggen. En ja, we proberen zo fris mogelijk in ons hoofd te blijven, ik zelf ook. En ja, dat is vandaag alweer iets beter gelukkig ook bij de andere jongens. En deze lijn willen we nu vasthouden en nog beter zelfs. Is het dan moeilijk, hè? Want dat kan ik me zo goed voorstellen, als een actie niet lukt, voor mij moet je juist op jouw positie dan wel weer die volgende actie toch maken. Is dat wel eens een moeilijke afweging in het veld? Nee, zeker moeilijk. Ik ben een speler die het moet hebben van zijn individuele actie, combinatie. En soms gaat dat niet. Of is het wel een paar keer mislukt en dan moet je het eventjes weer rustiger aanpakken. Weer jezelf weer een beetje de kijker in spelers waren. Dus weer lekker in je vel krijgen. En dan kunnen er weer leuke dingen gebeuren. En zo is het ook bij andere jongens hier. Hoe is de wisselwerking met Bilal Bassasikoglu? Ik zag hem een keer van flank wisselen en toen zag ik jou volgens mij gebaren. Oei, had het nu gemoet of wist jullie even niet van elkaar wat jullie deden? Nee, klopt. Ik doe dat de eerste helft en daarin had ik niet verwacht dat hij achter me zou staan. Want volgens mij was het niet echt een moment waarop, ja, meestal als je dan wisselt, is het tijdens een corner of als hij per ongeluk daar terecht komt. Maar ik had hem niet eens zien komen en ineens dacht ik, ja, waar is hij? En, ja, ik stond even versteld, maar ja, dan moet je het gewoon overnemen, want anders is de positie helemaal onbezet en dan kan je in de problemen komen. Nog een laatste onderwerp in dit gesprek dat minuten binnenschiet. We praten logischerwijs over dit duel, maar woensdag gaan we met elkaar naar Kiev, naar een land waarvan alles aan de hand is. Hoe vind jij dat om daar te spelen? Nou ja, het is een Europees duel en dat is heel belangrijk voor Feyenoord. Want ze willen met z'n allen een nieuwe stap maken. Natuurlijk zijn de omstandigheden verre van ideaal. Maar zoals al is bekend geworden, meneer Timmermans en andere mannen van buitenlandse zaken, die monitoren alles daar in Oekraïne. En als zij zeggen dat het veilig genoeg is, zullen we daar gewoon met ons team naartoe reizen. Of we nou willen of niet. Maar wil je dan liever niet of wel? Nou ja, je hebt het liever niet natuurlijk. Maar ja, als het eenmaal door moet gaan en je weet wat dit allemaal kan opbrengen voor de club als het goed gaat, ja, dan heb je toch wel een dubbel gevoel erbij. Maar ja, de wedstrijd van woensdag is nu in het beeld en daar werken we nu in eerste instantie naartoe. En we zullen zien of de wedstrijd wel degelijk gespeeld gaat worden en ook waar. Een verstandige jongen ben je toch, hè? Daar zit ik elke keer weer van te kijken, want je bent jong, je wil vooral voetballen, maar je doet ook in gesprekken goed met ons als media. Nou ja, het is, je vangt dingen op in de groep. We hebben natuurlijk een paar jongens met ervaring. En, die is je beste leermeester? Mijn beste leermeester, dat is, ik ben gelovig, dus mijn beste leermeester is God de Vader, God de Moeder. Dankjewel. Yes.